De copycat en die hele groep op internet wat bezig is. Een heleboel mensen weten het. Misbruik. Al die verwaarlozing van het gezin waar ik vandaan kom. En uh, de familie die daar al bij hoort. Ze weten het allemaal. Ja, het is allemaal leugens. Het is allemaal verpesten. Het is allemaal stelen. Het is gewoon bijna een poging tot moord te doen bij een heleboel mensen die weten het. Vrienden die ik nu mis kan noemen, die weten van alle twee: Destiny-dieven en het van alles verpeste karaktermoord. Tot familie die het allemaal toelaat. Die willen allemaal ergens mee wegkomen. Ze zijn niet van plan om terug te geven wat ze gestolen hebben. Meerdere buren hier in het rijtje, die weten allemaal. Weer van alle twee. Erfenisdieven, verwaarlozing, destinydieven en gewoon corruptie, machtsmisbruik. Politie die niet ingrijpt op 30 wetten, ze weten het allemaal. Inge de Bruin, die weet donders goed wat er allemaal afspeelt. Miranda, die weet donders goed wat er allemaal afspeelt. Joey... Haar intuïtie doet het ook weg en die heeft gewoon meer meegekregen en diep ook gewoon een rolletje. Valse politiemeldingen. Ja, politie weet wat er speelt. GGD Die kan ook wel even wat, wat meer aan hun professionaliteit doen, de boel analyseren en een beetje eh, onderzoek vanaf daar verrichten. Zo is justitie, de overheid, ook gewoon betrokken aan dit geheel. He, zo weten Stella, een Alice, Kevin, Shelby, en Hans van Os, die weten allemaal hoor wat er allemaal aan het afspelen is. Poppenkast, heleboel wat je daar in de chat ziet. Die weten het allemaal. Er is een hele grote groep. En waar de awareness op het bewustzijn zit van wat er allemaal aan het afspelen is qua misbruik, verwaarlozing, qua dieverij, karaktermoord wat je wel een keer duizend kan gooien. En allemaal haat, jaloezie, maar ook gewoon corruptie, machtsmisbruik, de controle die ze willen hebben, het acteerwerk waar ze mee bezig zijn om zo de hele demonstratiewereld de om zeep te helpen. En verdeel en heers. En alle propaganda, alle programma's die bezig zijn met iedereen bang, boos, opstandig. En agenda's die gepoest worden. Het zijn een heleboel mensen die er weet van hebben en in dat alles ja, slachtoffers vallen, daders beschermen. En mensen die allemaal elkaar het hoofd boven water, het hachje willen redden en zorgen dat de. Geheimen, geheim blijven, de waarheid niet aan het licht komt en dat het allemaal niet verspreid wordt, maar het gekopieer wat bezig is, wat dus allemaal fake is, afleiding, de aandacht willen leggen en anderen die gewoon aandacht willen en ze willen volgers, ze willen fame's, het is allemaal bekend. Zoveel mensen die hier weet van hebben, verder hierin horen. En die ook met de roddels en met de praatjes van de Remy en Remy tot de Vincent. En, en ze ook wel meer namen kunnen noemen: tot een Daan Brouwer en noem maar op. Tot een eh, de, de Wietboer. En een uh, Michel en een Patrick en een Joran. Uh, Jessica, die ook meer weet. Ze weten allemaal dat eh, het niet pluis is wat hier aan het afspelen is. Dat we te maken hebben met narcisten. En geen covert-narcisten, want het pasker is afgetrokken. We hebben te maken met sadisten. We hebben te maken met fascisten. We hebben te maken met racisten. We hebben te maken met satanisten. En het is het ritueel misbruik wat bezig is met opofferingen. En georganiseerde misdaad met slachtoffers. Het is een hele scam waarbij zoveel mensen betrokken zijn, zoveel mensen weet ervan hebben. Van een Mytha tot een Marijke hè, Poppenkind. Tot zoveel meer. En een Viterre, je beste vriend. Een Wappie TV. Een Francis Kapellen. Echt, er is één grote community. Waarbij allemaal cults ook nog betrokken worden: allemaal gangstakkers, allemaal cyberpesters. Die met z'n allen met een heel leger eh, één iemand of een klein handje aan het lastigvallen zijn waarbij er een heleboel denken dat ze erop vooruit kunnen gaan ten koste van een ander eh, waarbij een binnencirkeltje die hele buitencirkel helemaal vervloekt hebt, vertiefd hebt omdat ze gierig zijn voor erfenissen eh, waarbij het gewoon gaat om identiteitsfraude om uh, Baby's omruilen, rommelen met adoptie, mensenhandel te noemen. Te maken hebben met sekscults, te maken met anderen die verslaafd zijn aan drank, drugs. Eh, of alleen de aandacht. Eh, die echt gewoon professionele liegers zijn. Eh, professionele criminelen. Maar ook gewoon een heleboel corruptie. Van politieagenten tot advocaten, rechters. En blijkbaar uh, hun die over het verdelen van de erfenis gaan. En allemaal yeah, is er weet van. Ik zou, als ik mensen was, ik hoef echt niks met dat te maken te hebben. En als jij met dat wat te maken wil hebben, met mensen die iets in de kelder hebben, maar ondertussen doen alsof ze geweldig, lief, zorgzaam, aardig, behulpzaam, heel erg. Sociaal en sommigen die doen alsof ze met God zijn, gelovige religie. Een heleboel wat doet alsof ze een hoger bewustzijn hebben, zogenaamd niet zien wat er speelt, maar dat wel bij anderen kunnen zien. En Voornamelijk bij acteurtjes of bij hun die naar elites wijzen. En zo weten ze er een heleboel erbij te gooien, blijkbaar mensen die wel een beetje in een psychose zitten of zo. Om uiteindelijk gewoon hè, dat wat ze met z'n allen aan het lastigvallen zijn, aan het bestelen zijn, niet alleen materieel, hè, niet alleen erfenis, niet alleen huis, vastgoed, maar ook gewoon spiritueel kapot iemands leven aan het leven zijn, hè, met iemands echte werkelijke identiteit rondlopen. Zoveel fraudes gepleegd hebben met documenten vervalsen. En allemaal maar uh, gerechtigheid bij iemand weghalen. Niemand die verantwoordelijkheid kan nemen. Want ze hebben allemaal al zoveel op een kerfstok dat niemand kan spreken. Allemaal bang dat ze de gevangenis. Dus gewoon weten, ze horen in de gevangenis. En alles wat gestolen is, dat hoort teruggegeven te worden. Er hoort schadevergoedingen op te zitten. Die mensen horen boetes te krijgen. En er horen compensaties te komen. Voor alles wat zich professioneel een eet afgelegd. Het is echt. Eh, mensen door trauma's heen brengen. Eh, trauma's uit het verleden denken weer omhoog. En iemand daarin te laten verliezen. We hebben echt te maken met een hele groep mensen die echt gewoon ziek zijn. En daar allemaal, eh, allemaal wel betrokken. Medeplichtig. Als een meelopertje erachteraan. En het geweldig vinden om te lachen, te klieren, te trollen. Maar ook eh, volop aan het liegen zijn. Om allemaal maar een eigen hachje te redden van de betrokkenheid. En het is een, opstapje, het is een opstapeling geweest deze drie jaar. Dus eh, de straffen die zijn verdubbeld keer tien. De gevangenisstraffen die horen langer te zijn. De schadevergoedingen. En die zullen... Ook hoger zijn. Alles en iedereen guilty bij association. Als ik jou was zou ik er weg blijven. En als je denkt. Hey, dan wil ik eigenlijk wel weten wie er allemaal corrupt, smerig is. Harteloos en zonder ziel. Genoeg oudere video's. En je zou alleen al kunnen beginnen met. Ze heeft een heel team. En ja, ik kan nog wel 100. Misschien nog wel 200 namen opnoemen. En wat er uh, direct of indirect eh, omheen. Samenhangend eh, samenwerkend bezig zijn geweest met dit. En als jij daarmee wil omgaan, dan heb jij gewoon geen inleeksvermogen, geen empathy. Gene. Het zou maar bij jou gebeurd zijn. Bij een van jouw kinderen gebeurd zijn. En ze hebben in het verleden meer slachtoffers gehad. En als het niet gestopt worden, zullen ze in de toekomst nog meer slachtoffers maken.